regenboogjurkje. Wow. Ja, dit. Feest. Doe eens een rondje draaien. Wow. Vind je dat mooi? Ja. Het is de Oreo Lolly. Ja. Oeh, dat gaat. Ja. Ja, ga je het? Kan je erbij, jongen? Oh, kijk, daar gaan. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiepe de piep, hoera! Hiepe de piep, hoera! 5 jaar. Jullie ziet iets. Zullen we eens even kijken of je erop past? Zo. Ik heb niet gezien, hij is een beetje groot. Mama, houd je vast. Ja! Ja, ja. Weer. Flink oefenen. Ja. Heel hard aanlopen. Ja. Hij is wel op de groei, maar dat is goed. Ja, dat had ik ook gelezen op de site. Van je kon een beetje te groot kopen. Dan vallen schoentjes heel snel af. Dus je hebt extra grote. Extra large. Ja, hou vast, hè? Ja. Nou, daar gaan we. Jiu, jiu. Goed hoor. Ja, ik sta op even vast. Jiu, jiu. Ja? Wow. Ja, kun je het lekker mee oefenen. Wat is dat? Oeh, kom hier op. Wat is dat? Wauw. En kijk, van die potloodjes. Ja, ik weet het al. Oh. Ik vind scheuren ook leuk natuurlijk. Ja, wat is dat? Nee. Oh ja. Lucilla wilde heel graag een bikini. En eigenlijk ben ik niet zo van, nou, bikini, bikini. Maar goed, ik heb gekeken naar toch wel een hele leuke bikini. En ook eentje die wat langer is. En volgens mij is dat wel een hele leuke bijpassende. Voor jou, hem leuk? Michel, dus je wilt nu een bikini? Ga je nou die uitpakken? Oh, Michel! Muziekdoosje. Nee. En dan had ik niet. En hij heeft laagjes. Ja. Een ballerina-doosje. Wat zit erin? Wat zit er allemaal in? Oorbelletjes, hangoorbelletjes. En een ringetje en hangoorbelletjes en een ketting en dit is een armbandje. Ja. Met een, wat is dit? Ballerina. Wat is dat? Een ballerina armbandje. Zal die passen? Laat eens zien. Mooi? Echte sieren. Heel prachtig. Welke zullen we in je oren doen? Wauw, ze heeft nu ook haar nieuwe oorbelletjes in. En dat is een heel mooi ringetje. Met een heel klein diamantje in. Met roze. Ja, diamantje. Dit is zilver, zilver, dat is het goud. Ja, ja, zilver. Heel mooi. Vind je mooi, schatje? Nou, en het ringetje. Heel, ja, prachtig, liefie. In het hartje. Heel leuk. En dit is trouwens haar nieuwe regenboogjurkje. En die kan heel mooi draaien. Wow! Ik ben super wijd, alsof je zo de lucht in gaat. Je hebt papa's knuffel. Mooi. Ja. Dat is een grote prinses. Je bent zo groot. We hadden de vlog nog helemaal niet geopend, nee. Maar welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Familievloggers. En Lucilla. Vandaag is Lucilla. Lucilla. Ja. Ja. Piep, piep. Ja. Weet je wat het is, Lucilla? Een puzzel van ballerina. Maar dan kan je dat op de vloer doen. Dit is een hele grote puzzel en dat kan je op de vloer doen. Dat zijn hele grote puzzelstukjes, hè? Ja. Ja.
Ja, van ballerina. Is er zo'n boek? Ah, wat is dit? Dat zijn puzzelmagneetjes. Dan kan je met magneetjes kan je de ballerina kan je dan aankleden. Zie je dat? Oh, dat is leuk. Dat zijn magneetjes die je erop kan plakken. Ik ga even openmaken. Die grappig, hè? Daar zijn de slingetjes. Dat is nog een leuk shirtje. Maar wat is dit? En een broek. Zo, van Angelina. Angelina. Ballerina. Zo. Maar Sil, wat zit dat hier? Kan je zelf met Angelina ballerina poppetjes, kan je zelf het verhaaltje spelen. En we hebben hier ook een voorleesboekje. Hier, kijk, hier is het voorlezen. Ja, dan kan je het hier zelf spelen. Katerie, Geurtje. En Katerie, Geurtje. Wat heb jij? Wow. Wat zien? Wauw. Ja, kijk. Daar staan ze op. Dat is lekker. Zilver. Oh, Luxie die is het volgende cadeautje te openmaken. Nou ja. Oh, hierin zitten. Wat jij altijd het allerleukst vindt. Wat kan Luan heeft mama een beetje geholpen, hè? Ja. Dus die weet het dan een beetje. Kijk. Die wist jij nog niet. Nee. Oh, wat nee. Is dat? Een pakje. Kijk. Schoentjes. En balletschoentjes. Wow. En wat is dit? Wauw. Dat zijn beenwarmers. Oh ja, dat is lekker. En een balletpanty. Zeg je dankjewel, mama? Dankjewel, mama. Alsjeblieft, schatje. Ja, dan wil je wel weer een balletles, denk ik. Ja. Oeh. Kijk eens, ze heeft een balletschoentje aan. Heel mooi, Sil. Hij past, hè? Hartstikke goed, schatje. Sil, kan je ook nog op je tenen? Oeh. Wow. Sophie kan al op het puntje van de tenen. Maar zij echt zit waar? Nog steeds op balletles. Zou jij ook graag op balletles willen zitten dan? Ja? Was dat toch? Ja. En dus toen waren we gestopt omdat je naar de basisschool ging, hè? Zullen we eens weer kijken dan? Of we een keer weer naar een balletles kunnen? Ja, maar dan wil ik wel alleen. Ja, dan mag je zonder mama en papa, want dan zit je in een grote klas. Ja. Gefeliciteerd. En nog een cadeautje van Luan. Zijn dat er zo'n nieuwe schoenen? Wat zijn het? Met mopen. Auw. Hakjes. Oh. Haal ze eruit! Haal ze eruit, Michiel! Hakjes. Die prullen uit halen. Ze even de prullen uit halen. Kijk eens wat leuk. Doe eens een rondje draaien. Wauw, Michiel. Kijk dat. Het staat echt heel leuk, liefie. Zitten ze goed? Ben je er blij mee? Ja, en je hoort je klik. Klikken, klikken. Een echt hamertje, hoor. Wauw. Wow. Prachtig, liefie. Heel mooi. Er zitten zelfs echte hakjes onder. Er zitten echte hakjes onder. Ja. Wow. Dit zijn wel verkleedschoentjes, hè, liefie? Die kun je niet naar school aan. En dat doen we als we gaan verkleden. Goed? En zondag naar de kerk, ja. Hij wil naar de kerk, dat ben ik ziek. Ja. Met heel chic. En ben je super chic. En Sil, ik moet zeggen, die oorbelletjes staan je heel prachtig. Nou, dat is lief. Die onder oorbellen. Staat heel leuk, ja. Echt heel leuk. Nou, Sil, alsjeblieft. Een baardje. Nee, het is een enorm thuispak. Onesie. Onesie. Ja. Oh, die bouwen is er weer. Ja, ze wou hetzelfde als mij en nu is het nog mooier. Een eenhoorn. Waar is die staart? Dat is een staartje. Leuk, hè? Vind je hem leuk?
Ja, hè? Oh, je wilt hem aan. Dat doen we straks als je thuis komt, goed? Dan mag je allemaal gaan spelen met de speeltjes. En dat is... een prinsessenjurk. Maar die vind jij heel mooi. Wauw. Wat is het? Kijk dan. Die staat echt heel mooi. Het is een unicorn jurk. En de achterkant, die is ook nog mooi. De bloemen en dit. Mooi, hè? En bloem unicorn. Heel anders, hè? Vind je dat mooi? Ja, hè? Gaan we het school aandoen, hè? En we hebben nog een heel mooi kaartje voor Lucilla. Lieve Lucilla, alweer 5 jaar. Wat zijn we trots op je. Op wie je bent. Je bent zo lief, zo zorgzaam, ondernemend en creatief. We genieten van al jouw knuffels en je heerlijke getut. Blijf vooral in jezelf geloven en al je dromen kunnen uitkomen. Wow. Liefst van ons allemaal. Oh. De grootste! Ja, dat is het laatste cadeautje alweer. Het grootste cadeau. Surprise! Er zitten allemaal surprises in. Alleen die kun je helaas niet nu allemaal gaan openen. Want het is natuurlijk gewoon vrijdag. Het is vrijdagochtend. Dus Stella die moet zo meteen naar school. Het is gelukkig maar een kort dagje. Dus je kunt straks vanmorgen als je thuis komt lekker met alle speeltjes goed spelen. Ja, we gaan ook je tractatie meenemen en je mag een kaarsje uitblazen. We gaan maar eens even kijken wat er op de keukentafel staat. Het is toch niet echt een taart, maar wel een lekker ontbijtje. Een verjaardagsontbijtje. 5 kaarsjes. 5 kaarsjes, hè. Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kan je wel zien, dat is zij. Dat vinden we alle zo prettig, ja, ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Ze leven lang, hoera, hoera. Ze leven lang, hoera, hoera. Ze leven lang, hoera, hoera. Piep in de piep. Hoera! 5 jaar! Hoera! Ja! Eet smakelijk! Nou, Sil, en heel veel plezier straks op school met je tractatie, hè? Dit zijn dus de Oreo Lolly koekjes die Lucilla vandaag gaat tracteren. Hm? Ik kan ze wel een beetje zwaar. Ja. De waterballoen. Ah, papa gaat je wel even helpen. Ja. Nou, heel veel plezier op school. En dan gaan we straks als je thuis komt van school weer lekker spelen. En dan komt vanmiddag komt dan de visite, hè? Opa en oma en de neefjes en de ooms en tantes. Goed? Ja. Oh. Zo, veel plezier op school, liefie. Doeg, tot straks. Dag! Dag! Doei doei! Zijn jullie al eens in school? Ja. En Luxie gaat even lekker een banaantje eten. Ja. Luxie is een lekkere soepsteen aan het eten. Hé, schatje. En Leon en Lucilla die zitten lekker op school. Ik heb net eventjes een beetje het huis gepoetst en dat soort dingen. En even Lucilla's cadeautjeshoekje klaargezet, klaargemaakt. Kijk, hier zijn alle cadeautjes die ze vanochtend van ons heeft gekregen. Ook nog een cadeautje van opa en oma Frankrijk erbij. Die mag ze straks uitpakken. En deze die heeft Luan gisteravond nog zelf ingepakt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet wat hierin zit. Dus dat is van Luan zelf. Hier heb ik ook even de jurk neergehangen. En de thuispak. En haar balletpakje. Maar voor nu is het alweer tijd om mij naar de kids van school op te halen. Want vrijdag zijn ze bij ons altijd vrijdagmiddag zijn ze altijd vrij. Dus ik ga de boodschappentas even pakken. Want we gaan daarna meteen door even naar de supermarkt. Even de taart inkopen en wat drank inkopen. Ja, frisdrank inkopen. En wat straks komen, niet heel veel visite hoor, gewoon opa en oma en de ooms en tantes en de neefjes van Lucilla, die komen bij ons lekker op visite. En dan eten ze denk ik een soepie lekker met ons mee. En morgen is het kinderfeestje van Lucilla. En dat wordt ook een super leuk kinderfeestje waar we echt heel veel zin in hebben. Zelfs ik heb er ook heel veel zin in en heeft allemaal een beetje te maken met dit paletpakje. Wie hebben we daar weer? Onze jarige Jets. Wat heb jij een mooie muts op. Hoera, Lucilla 5 jaar staat erop. Was het leuk? Ja. Was het trakteren leuk? Ja, met sterretjes. Met sterretjes erop heeft jouw juffrouw voor jou gemaakt. Met mijn lievelingskleuren. En jouw lievelingskleuren. Haha, liefie. Gaan we even lekker boodschappen doen? En een bloemetje. Voor jouw verjaardag, een taartje kopen. Een
wij gaan weer naar de Lidl toe. Dus we hebben weer. Wat hebben we weer mee? Een volle spaarlijk. Misschien hebben we weer een volle spaarlijk. Lidl kan ook een klistertje. Dan moet je heel veel taartjes kopen. Dan heb je de spaarlijk weer zo vol. Ja, maar mama, ik heb ook een klistertje. Ja, dat klopt, Lukie. Zo, we doen er ook wat gezonde stoeptomaatjes bij. Ja, deze nog een keertje erbij. Zo. Zo. En we gaan nu naar de taart. De taartjes zijn op het einde. Dan gaan we nu naar het vriesvak. We hebben eigenlijk bij de Lidl altijd dezelfde soort slagroomtaarten. Die vinden ze toch altijd het allerlekkerst? Net zo lekker. Dus dat kan ook wel prima. Dus gaan we eens even kijken of we daar nog wat taartjes van kunnen vinden. Kan je erbij, jongen? Kijk eens. Het gaat grandioos goed. Goed zo. En nu nog even de slagroomtaart. Ja, pak jij die? En dan, ja, dan hebben we hier de slagroomtaart. En doen we meteen ook vanmorgen, hè, voor jouw verjaardags of voor jouw kinderfeestje. Nou, is meteen de laatste. En wij hebben nog gelukje. Ja. Zo, nou, de taarten zijn binnen. We gaan nog even kijken of we iets kunnen vinden voor in de airfryer voor vanavond. Voor de visite, wel lekker. En, naast het soepje ook een hapje erbij. Ga eruit. Eén, twee. Oh, meteen. Oh, een been. Nou, de Lucilla is heel lenig, zoals jullie zien. Oh, ja, kijk. En dan doet Lucie het na natuurlijk. Oh, ik zie het ook. Zo. Van die kipnuggets. Hebben ze geen bitterballen? Hier, hebben ze bitterballen dingen. Van die. Oh ja, mijn schatje, ik kan er zelfs bijna niet bij. Ik geef ze jou aan, goed? Kijk eens. Hier, leg die er maar in. Nou, die zijn ook binnen. De chippy heeft ze al. Die partyshipjes. Oh ja, de partyshipjes. Oh, oh, oh. En die? En die. Oké, nou is genoeg chips, oké? Genoeg chippies. En een cola. Twee. Wat nootjes. Kijk eens, deze zijn wel lekker altijd voor op de tafel. Ja. En van die mix nootjes. Deze zijn altijd. Deze zijn wel lekker. Die nootjes wat ik heet. Gaat die het worden? Ja. De, wat is dat, een kwal of een octopus? Een kwal. Een kwal. Kreeg je nog een heel rijtje van een mevrouw? Dat is cool. Nou, volgende boodschap hebben we weer een knuffeltje. Ja. Alweer een knuffeltje. Op de huis. Wij zijn weer lekker thuis. En Lucilla is heerlijk aan het spelen met haar superleuke LOL camper. Kijk, hier zit ze. Ze heeft hem alweer helemaal uitgestald. En er zit zelfs een zwembad in. Hoe cool. Echt superleuk. En mam, we hebben ook nog een disco. Ik heb even mijn box erbij gepakt. En ik laat even een heel kort. Nu heeft daar een disco box neergezet. Naar de glijbaan. Een glijbaan bij? Oh, wow. Dames en heren. Koeken en beren. Stefania. Nou, en dan heb je hier een leuke disco. Gezellig, jongens. Ja, heel gezellig. Heel gezellig. Oh, kijk eens. Is dit het zwembad, Lucilla? Daar gaat ie. Mellen? Ja. Snelle. Snelle bedoel ik. Nou, we hebben hier Lucilla's make-up doos. En hier heeft Lucilla een mooi make-upje op doen. Mooie oogschaduwtje met de roze. En mooie lipjes. Ja. Zullen we een mooie foto gaan maken? Ja. Lucilla wilde heel erg graag haar nieuwe space scooter uitproberen. Maar het regent buiten. Maar ondanks dat gaat ze toch proberen. Kijk, daar komt ze. Nou, eens kijken of het haar lukt. Ja, ja. Oh, bijna. Ja, ja. Oh. Ik ga er even helpen. Nou, Lux. Mama gaat even Lucilla helpen, hè. Typisch Lucilla. Gewoon nu in het regen. Gaat het lukken of niet, Luxie? Ja. Trouwens, als die hele grote doos daar staat, was even een LOL surprise, die grote camper. Want die vuilnisbakje zit ook al vol, dus vandaar dat die daar staat. Maar kijk dan. Nou, ze wil toch even naar het parkje? Ja. Dus we gaan even naar het parkje. Want de tuin is iets te klein voor een beetje vaart. Ja. Ja. Jullie kijken voor het raam daar, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, Sil, laat maar eens zien. Wow, kijk daar gaan. Goed zo, Sil. Nou, ze kan het gewoon. Goed, joh. Ik sta ervan te kijken dat Lucilla het zo goed kan op zo'n grote ding. Maar goed. Ja, kom maar. Goed zo. Oh, ja. Vind je dit leuk? Ja? Oké, okay. Hij gaat ook gelukkig niet super hard. Het is gewoon eigenlijk een soort step, maar dan
Met zo'n ding eronder. Klaar om de visite te ontvangen. We hebben even de stoelen neergezet en zo. En de kinderen zitten nog even lekker te spelen met de speelgoedjes. Hier zijn ze de Angelina Ballerina poppetjes aan het vouwen. En daar heb je het podium en daar kan je dus de poppetjes neerzetten. Maar je kunt ze ook allerlei kleertjes aandoen. Hier heb je allerlei losse kleertjes liggen op de poppetjes. En dan kun je zien dat je verkleden. Ja, en Lucilla of Luxie is ook wat heel leuks. Wat ben jij aan het doen, Luxie? Mama. Moet ik even laten zien? En dan als je hem dan hebt. Kijk, dan kan je hem zo. Magneetje, zet hem maar in. Kan je hem er zo inzetten? Kijk, ze hebben alvast een chippy gepakt. Ja, de visite die komt er bijna aan. Ja. En we hebben aardbeidjes gepakt. In de gloria, in de gloria. Lieve Lepie. In de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiepe de piep. Hoera. Hiepe de piep. Blaas in één keer alles uit. Ja. Nou, dat is even lekker smullen van een taartje. Is die lekker, Sil? Luxie ook lekker? Luxie die kijkt naar het chocolaatje. Kijk, zie je lekkere kindercola. Nee, hier komt de kindercola. Het is gewoon cola, maar. Ja, hier komt de. Ja. Kijken. Ja. Of die hier een beetje gezellig is boven. Ik heb hier chippies. Dus jullie chippies? Ja. Zal ik het hier neerzetten? Ik ben mooi. Nou, zien we hier een gezellig feestje? Ja. Ja, liefie. Wauw. Oeh, chill. Dat is echt vet mooi. En nog eens. Nog een keer. Wauw. In de spiegel staan. Oeh, ik zie. Ga je erbij? Nee, ik kan er net niet bij, hè? Hier, kijk eens. Hier, een chippy. Een leuke chippy. Mooi, mam. Ik zal altijd blijven dromen. Doeg. Waar ben je aan begonnen? Kijk, ben je helemaal vers gepureerd? Helemaal vers uit het blik. Ik moet ook in de gevangenis. De tante is van jou nog even gevangen nemen, hè? Gezellig, hoor. Jongen, jongen. De soep is bijna klaar. Komen jullie zo mee? Balletten bij ons. Laten we even zien hoe goed je kan balletten. Ja. Oeh, en dan zo'n mooie jurk. Ballerina's. Hé! Hé! Wat is dat wel? Zo, moet ik er. Laat ik er gewoon in zitten, Erik. Ja, is al lang. Het is 21, 3, 2, 1. Iets minder op de mag ik hier iets meer geluid op de speaker, jongens? Hey, wie heeft er zin in de tomatensoep? Kijk, we hebben al airfryers, hapjes. Oeh, alles moet op, zeg. Waar is dat nou? Zit boven te dansen. Nou, daar zitten ze dan even lekker een soepie te eten. Helemaal moe van het spelen. Mijn kinderen? Hallo, Paloma. Dank voor jullie komen. Doeg. Nou jongens, wie wil nog een bitterballen? Zo, nou, de visite is weg. Hoe vond je je feestje, schatje? Nee. Superleuk gespeeld, ja. Wel een beetje moe nou, hè? Het is laat nu, hè? Het is al heel laat. Oh, het is al 6 uur. Het is al 6 uur geweest, ja. Ja, wij gaan zo lekker een bad en een bed. En morgen, wat is er morgen, Sil? Mijn kinderfeestje. Morgen, Felicia, dat is kinderfeestje. Dus zeker morgen. Ja! Yeah. Vond je dit een leuke vlog? Doe even de. Ja! Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. We zien jullie morgen weer. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem.